Goedemiddag, mijn naam is Jozef Aar. Vandaag ben ik de vergelijking van de eerste orde homogeen. Dat is een recursieve definitie van xn, een reeks of een rij. Ja. Hier xn plus 1 is aan xn. Waarom is het homogeen? Geen constante waarden. Eerste orde gewoon xn. An kan een functie zijn of een getal. Ja. We gaan nu berekenen die een beetje uit te werken. Nu, an kan dus een getal zijn of gewoon een functie ook. Nu, x0 de beginwaarde is x1 gelijk aan a0, x0. X2 is dan a1 maal a1, dus a1 maal a0, x0. X2, x3 is dan a3 maal x2, dus a3 maal a2 maal a1 maal 0 enzovoort. In feite krijg je hier een product van je ai's. Ja, de product van ae. Verder blijkt dat xn product is van ai's, van i van 0 en min 1 van x0. Ja, dat is dus de definitie. Bijvoorbeeld xn plus 1 is 2xn. Dit is een wiskundige rijm. Met reden 2, nu gaan we de formule gebruiken, is uw xn dan gelijk aan het product ja, van i gaan van 0 tot n min 1 ja, van het getal 2 maal x0. Ja, wat is het product van n keer x1, dat is 2 tot de macht n min 1. Hier staat geschreven 2 tot de macht n min 1. In feite krijg je dus xn is 2 tot de macht n min 1 x0. Ja, dat is inderdaad de definitie van het wiskundige rij. Ja, namelijk uw x n is q, dan mag n min 1 maar x0. Hier hebben we 2 of q. Ja. Dus dan heb ik het getal 2, gewoon in de kunstrij. U kunt nu ook hebben dat uw an een functie is, bijvoorbeeld hier n plus 1, dus xn plus 1 is n plus 1, x mag n. N. Dan uw an is n plus 1. Ja. Nu krijg je dus, xn is dan de product van i gaan van 0 tot n min 1 van n plus 1 maar x0. En het product hier geschreven staat, dit hier, als je uitschrijft, dan krijg je in feite, als i 0 is, heb je 1. Als i 1 krijg je 1, maal 2, maal 3, tot uiteindelijk n. En verder staat hier n-faculteit geschreven. Dit is gelijk aan n-faculteit maal x0. Dus uw xn is n-faculteit x0. Ja. Dat zijn dus die vreemdgeleiden van de eerste orde homogeen. Homogeen betekent geen constante term erbij, gewoon a en xn. En xn alleen geen kwadraten. Dan komen we aan de volgende keer. En tot nog eens, dag, bye bye.